Nieuws van vandaag. Je hebt toch wel eens dat je iets in je ogen hebt, een veldje of zo. Nou, deze vrouw had dat ook. This is Katie Gatos. And Katie, you say that someone was throwing some debris around with a leaf blower last week? Yes, and something blew into my eye. Screamed for someone else to get eye drops out of my purse and they brought super glue and tape. Ja, het is het foutje wat iedereen kan overkomen, maar het gebeurt uitgerekend. Deze vrouw in Amerika, je trapt er zomaar weer eens in. En dus is deze vrouw echt gewoon dagenlang al knipogen door het leven gegaan. And your eye is actually glued shut. Can you show us one more time what you're talking about? Oh my gosh. Ja, het wordt nog treuriger. Ze had geen geld om de doktersrekening te betalen. En dus zei de dokter, dikke doei, ik ga je dus lekker niet behandelen. En ze heeft dus dagenlang rondgelopen. Zo, na deze reportages heeft het ziekenhuis gezegd, nou, kom toch maar langs, dan knippen we je overhoop. Of ik weet niet precies hoe ze het gedaan hebben. En uiteindelijk heeft ze er niets aan overgehouden, behalve heel veel chance door het knipogen natuurlijk. Dan, prachtig verhaal van Gerry. Gerry ken je nog, hè? Gerry heb ik het dinsdag over gehad. Dat was de eenoorige kat. Via Omroep West kwamen uit dit nieuwtje. En ja, hij was weggelopen. Hij woont in Den Haag. Het is echt een binnenkat. En nu hij weg was, was zijn baasje, Klaartje van Velhoven, volkomen in paniek natuurlijk. Want Gerry, de eenoorige kat, die mocht helemaal niet naar buiten. Maar goed nieuws, want vandaag is Gerry weer teruggekomen. Ze hebben hem gevonden en dus mocht het baasje Klaartje hem weer ophalen. Om 6 uur vanavond was dat en wij hebben die beelden even vastgelegd. Exclusief of niet? Ja. Ja, dat is een hele happening dat ik dat als bebrilde jongen nog mag meemaken. Goed. Laatste ronde, laatste kans. Daar gaan we. De hele week ben ik al super druk met de Twitter-account van Hans Kazan. De leukste twitteraar van Nederland is dat. En dus de allerlaatste ronde van de melige Twitter-grapjes van Hans Kazan. Daar gaan we weer. Hartstikke leuk. Hans Kazan, keus genoeg vandaag. Ja. De volgende. Moet zo een podium op, maar zit nog steeds opgesloten. Hij zit in de cola-machine. Ja, supergoed. De volgende. Deze is ook heel leuk. Ja, deze. Even bijtanken. Hilarisch. Deze vind ik ook fantastisch. Facebook. Geniaal. En de beste is deze. Party met Pony St. Clair. Geniaal, Hans. Briljant. Hans. Ja. Weet je nog iets aan toevoegen? Nee. Nee, dat het ontzettend flauwe melig is. Maar dat, vind je zelf dat dit in het collectief geheugen moet blijven? Nee, absoluut niet. Nee. Maar ga wel door, want ze zijn wel vermakelijk. Dat is belangrijk. Ga door. Ja, weet je merkt wel dat veel mensen het leuk vinden, maar af en toe denk ik zelf ook, jezus, nee. Nee, je wordt niet gedwongen. Wat zeg je? Ik bedoel, het is niet dat je gedwongen wordt. Nee. Af en toe, er komt er iets boven. Ja. We waren net hier boven de kleedkamer. En toen had ik die titel gezien, de melige grapje van Hans Kazan. Toen dachten we, als ik nou eens een pak mail pak, dan gooi ik over mijn kop. Nou, alsjeblieft, doe het. Eigenlijk letterlijk. Ja. Je dan wat ja. Het zegt. Ja. Ja, maar weet je, en toen dacht ik, nou, flauw. Maar ja, er zijn ook mensen die roepen, ho. Ja. Je kan ook een kaas... Tengel maken. Jij moet dit niet doen. Nee. Volg Hans Kazan alsjeblieft op de Twitter-account. Het is echt fantastisch. Straks gaan we het hebben over Elvis Presley. Frederik Annette hebben een hommage gemaakt over deze rock'n'roll-zanger. Levende legende, of niet levende, maar wel legende natuurlijk. En de vraag is nu eigenlijk, leeft Elvis nog een klein beetje in Nederland? En dus zijn we de straat op gegaan om te vragen naar de Elvis in de mensen zelf. Little less conversation, little more action, please. But I can't help falling in love with you. Come on. Down to the tie in the county jail. His band was there, who can't to win. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Love me true. Oh, fantastisch. All my dreams come true. Little less conversation, little more action, please. All this satisfaction is an infection in me. Ja, die laatste jongen die dansen nu nog steeds volgens mij. Dat is dat denk ik. Goed. De Elvis. Ik heb nog 3 files voor je, Humberto. Dit is echt, dat is niet normaal. Dit is het spannendste filmpje wat ik denk in alle seizoenen heb gezien. Echt angstaanjagend.
was toch even spannend. De volgende jochie zit op het toilet en besluit dat zijn ontlasting wel wat aanmoediging kan gebruiken. Herkenbaar. En tot slot, we gaan naar een militaire oefening. En deze militaire oefening is echt ontzettend belangrijk. Het is bij de Defensie uiteraard. En zij gaan in dit huisje een gat bombarderen, waar ze dan later doorheen kunnen. Dat is hartstikke belangrijk. En Barry is er ook en die is voor het eerst mee. Superspannend. 5, 4, 3, 2, 1. Bijna goed. Lucky Dick.